Om de gegevens van een lijst visueel voor te stellen, kan je gebruik maken van een draaitabel, maar je kan er ook een draaigrafiek van maken. Dit maakt het misschien nog net iets visueler eh, om te delen met anderen. Om dit te doen ga je eigenlijk heel gelijkaardig eh, te werk zoals bij een draaitabel. Je zet de cursor in de lijst, maar je kiest niet bij invoegen voor draaitabel, maar voor draaigrafiek. Vervolgens selecteer je het bereik en het werkblad. En kom je in het werkblad dat je geselecteerd hebt, kan je vervolgens de draaitabel gaan samenstellen. Het grootste verschil is dat er nu ook een veld zal zijn waar automatisch een grafiek wordt gegenereerd. Ik wil dus bijvoorbeeld een overzicht per contactpersoon van het bedrag dat ze verzameld hebben. En dan krijg ik hier heel snel een overzicht zoals weergegeven in de draaitabel, maar dan met behulp van de balkjes. Wil je daar bijvoorbeeld het werkjaar aan gaan toevoegen als een as, dan krijg je ook deze opsplitsing in jouw grafiek te zien. Het kan handig zijn om bijvoorbeeld ja, ook te kunnen filteren op gegevens. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Per provincie wil ik gaan opsplitsen. Ja, dan krijg je hier bovenaan ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld Antwerpen te gaan tonen en zo verder. Om het net iets gemakkelijker te maken eh, om het filteren uit te voeren, is het aan te raden om een slicer te gaan gebruiken. Ik ga daar deze terug in het draaigrafiek analyseren en ik kies slicer invoegen. Vervolgens geef je aan op welke velden je wil gaan filteren. Ik had al provincie gekozen. Ik ving deze aan en ik druk oké. Okay. Krijg je eigenlijk een veldje met eigenlijk alle mogelijke opties die je kan gaan aanduiden. Klik ik vervolgens op Limburg, Oost-Vlaanderen, dan merk ik op dat de gegevens automatisch worden aangepast. Wat je hier aanduidt met behulp van de slicer, zie je ook hier bovenaan bij de draaitabel en gaat dus automatisch in de grafiek doorgevoerd worden. Wil je 2 Gegevens of meerdere, dan druk je de control in en op deze manier kan je bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen weergeven. Het is heel eenvoudig, maar kan wel zorgen dat je heel snel kan schakelen tussen verschillende weergaven.